Welkom kijkers, een hele goede middag. Vandaag praat ik met Pieter-Jan Hannes, sportatleet nog maar 23 en toch al driemaal Belgisch kampioen veldlopen. Goedemiddag Pieter-Jan. Goedemiddag. Misschien dat je je toch eens even moet voorstellen voor de mensen die jou niet kennen. Ja, dat zullen er veel zijn. Ik ben afkomstig uit Antwerpen en ik loop professioneel. Dat klinkt heel raar dat dat uw beroep is. Ik doe ondertussen al een aantal jaar, ik denk dat nog een jaar of 10 te doen. Ja. Zolang het lichaam mee wilt natuurlijk. Ik ben net terug uit de Olympische Spelen van Rio, dat waren mijn allereerste Spelen. En hoe ben je daar ooit allemaal mee begonnen? Mijn vader die liep altijd en dan zo erin gerold. Mm-hmm. Eigenlijk altijd gewoon een leuke atletiekclub gezeten, Olsen Merksem. Al mijn vrienden zaten in de atletiek, dus ja, je gaat gewoon vaak naar de atletiekclub dan. Ja. En zo vaak beginnen lopen, meer en meer beginnen lopen, blijven teruggaan. En eigenlijk in het begin was ik heel slecht in, ja? Zo goed als alles. Echt verschrikkelijk. Ik denk toen ik 10 was, zou ik niet eens de top 20 van beste meisjes in België geweest zijn. Omdat het op de 1000 meter, wat dat dan nu bijna mijn specialisatie is. En wat is er dan gebeurd? Gewoon, ja. Veel blijven doen, omdat ik het zo leuk vond. En op een bepaald moment een grote stap vooruit gemaakt. Mm-hmm. Dat begon beter en beter te gaan. Ja. En gezegd van, ja, oké, misschien toch eens proberen naar zo een internationaal toernooi te gaan. Dan ben ik naar de jeugdolympiade geweest. Een kleine versie van de Olympische Spelen voor 16 tot 18-jarigen, denk ik dat is. Die selectie gehaald en dan zo er eigenlijk ingerold. Gaan studeren in Leuven om daar studies en topsport proberen goed te combineren. Ja. En steeds beter en beter geworden. En ik ben er een beetje ingerold. Dat is nooit echt mijn bedoeling geweest om Olympiër te worden. Ja, en je geld ermee te kunnen verdienen. Ja, en kijk, ja, nu het is gebeurd. Ja. Maar je combineert het dus nu ook nog met je studies, hè? Want je studeert chemie, geloof ik? Ja, ja, dus in Leuven. Nu, het klinkt een rare combinatie. Ja. De meeste mensen denken, sport, ja, die zal sportkotoen of kiné of zoiets. Maar ja. Waarom chemie? Wat wil je doen? Er zijn weinig dingen die ik goed kan, maar lopen en chemie zijn er toevallig twee. Dus de keuze was redelijk simpel. Ja, en helpt chemie op een of andere manier in de sport? Ik moet zeggen van wel. Ja. Het klinkt heel raar, maar je krijgt met zo'n wetenschap te studeren wel wat inzichten mee. Je krijgt wel wat mee ook over zaken die ook belangrijk zijn in de sport. Bijvoorbeeld gezonde voeding, ja. Hoe dat je lichaam werkt. Dat zijn ook zaken die aan bod komen in alle wetenschapsvakken. Ja, ja, ja. Ik had even goed kunnen kiezen voor een andere wetenschap, maar ja, het is chemie geworden. Ja, ja, ja. Je bent ook Europees kampioen onder de 23 op die 1500 meter geworden. Dat zal al een unieke beleving zijn. Ja, het is ondertussen weer al 2-3 jaar geleden, ja. Maar dat was een heel toffe dag, ja. Mm-hmm. Heel lang naartoe gewerkt, mijn voet gebroken in 2012. Oei. Ja, een beetje te veel gelopen. En dan, daarna tijdens de revalidatie gezegd van kijk, volgend jaar Europees belofte kampioenschap 1500 meter. Ja. En ik had er graag toch echt een podium gehaald, wat eigenlijk op dat moment helemaal geen sprake van was dat dat haalbaar ging zijn. Nee. Maar de trainingen gingen goed, de revalidatie ging heel goed. Op een bepaald moment, net toen ik prof werd voor Atletiek Vlaanderen, het project van de Vlaamse overheid voor jonge atleten te steunen, daar op de persconferentie van dat ik als nieuwe prof mocht beginnen, gezegd van ik ga dit jaar beloftekampioen worden, Europees beloftekampioen. En dat heb je kunnen waar. Iedereen heeft toen goed gelachen, maar het is toch maar gelukt. Heb je dat nodig, zo van die doelen die je voorstelt? Ja, ik heb dat wel nodig, ja. Ik moet me eigenlijk wel veel druk opleggen om die proberen waar te maken. En ja, 60% van de tijd komt dat tekstel op mijn neus terecht. Maar de 40% dat het lukt, is het wel dubbel zo leuk. Ja. En hoe was het dan om naar de Olympische Spelen te kunnen? Ja, leuk natuurlijk. Ook weer zo'n doel dat je voorop gezet hebt? Ja, in 2010 een 6-jarenplan opgesteld samen met mijn coach. Ja. In die jaren eigenlijk zo goed als alle doelen wel gehaald. Steeds blijven groeien. Afgelopen jaar heel veel blessures gehad, spijtig genoeg. Juist in het Olympisch jaar. Ja. Dus ik had het graag nog iets beter gezien. Maar goed, 1500 meter is een afstand waar je nog tot op een redelijk oude leeftijd nog mee kunt. En hoe is het meegevallen dan in Rio? Ja, halve finale gehaald. Ik denk uiteindelijk een 20ste, 21ste plek in totaal. Ik had het graag een stuk beter gezien. Ik had graag een finale gehaald natuurlijk. Ja. Maar dat is topsport en je wilt altijd ietsje beter. Het is een heel moeilijk jaar geweest, zoals ik al zei. Veel blessures. En werk je dan nu naar de volgende Olympische Spelen? Ja, tuurlijk. En
als alles mee zit, die daarna ook nog, ik denk nog wel even mee te gaan. Ik hoop toch nog even mee te gaan. Ja. En wanneer heb je beslist, ik wil topsporter worden? Of wanneer heb je die kans gekregen? Eigenlijk het moment dat ik ben gaan studeren in Leuven. Het is als Antwerpenaar al niet makkelijk om uit Antwerpen te trekken. Nee? Je blijft daar als je daar geboren bent. Zo gaat dat. Maar goed, op een bepaald moment moeten beslissen van kijk, er is een waterkansje dat je toch iets kunt gaan maken met dat lopen. Mm-hmm. En dan besloten van kijk, ik ga dat doen. Helemaal alleen naar Leuven vertrokken, al mijn vrienden achtergelaten. En Ginter dat gaan proberen waarmaken. En op dat moment, als je die keuze maakt, dan moet je wel vol voor gaan. Ja, want het moet toch ook een bepaalde discipline dan aan de dag kunnen leggen. Ja, vooral de eerste jaren nog voltijds gestudeerd. Dat neemt redelijk veel tijd in beslag. Ook een hele slechte student, eigenlijk. En ook met al dat lopen, je raakt niet naar de lessen en dat komt er niet van. Dus uiteindelijk begin je dat helemaal in zelfstudie te doen. En dan heb ik het geluk gehad dat chemie een heel goede richting is om veel in zelfstudie te doen. Je kunt heel... Ja, er zijn al veel boeken geschreven over chemie. De meeste chemische principes bestaan al wel even. Dat is niet gelijk geneeskunde of kine of een taal. Dat is niks dat zo hard evolueert. Toch niet op het bachelorniveau dat ik toen deed. Ja, oké. Okay. Ja, en je hebt het al aangehaald dat de chemie dan jou ook kan helpen in je voeding. Ben je daar dan ook echt mee bezig? Met bepaalde dingen eten, dingen laten, dieet volgen? Dieet vind ik om te beginnen echt al een afgrijzelijk woord, omdat ik heb nooit honger. Nee. Ik maak daar een punt van. Je kunt niet door de dag, je kunt niet zoveel trainingen of door de dag komen, zelfs ook als je niet zoveel sport. Mm-hmm. Met honger, dat kan niet de bedoeling zijn, dat is niet gezond. We moeten eten, we moeten alle voedingsstoffen binnenkrijgen. Ja. Iedereen kent wel een voedingsdriehoek bijvoorbeeld, gevarieerd eten. Nu, iedereen denkt ook altijd in België, omdat wij zijn Bourgondiërs, en heel die voedingsdriehoek, als je gevarieerd wilt eten, moet je in één maaltijd binnenkrijgen. Ja, van alles een beetje. Ik vind dat zelf gigantisch een overkill. Gewoon, je lichaam krijgt dat niet meer verteerd en je steekt eigenlijk meer energie in het verteren van die maaltijd dan in eender wat anders. Ja. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, zoals ik dan eet, is of koolhydraten of proteïne, naar gelang wat ik nodig heb. Dus naar gelang ga ik een training doen daarna, ben ik net terug van een training, stem ik mijn maaltijden af op, eet ik koolhydraten met vetten en groenten of eet ik proteïne, dus eiwitten, met vetten en groenten. Ja, de speciale combinaties kan maken. Ja, om zo het eten en de vertering allemaal te optimaliseren. Dus dat was wel nodig om alles van voeding ook echt op punt te gaan zetten. Ja. Een bepaald moment dan samengezeten en er mee beginnen praten over een voedingsspecialist die ik al een aantal jaren ken, Peter Lambert, zeg maar voedingsguru, kent er heel veel van. Ja. En is vooral bezig met kijken, je moet iets uitproberen. En als dat werkt, dan is dat iets goed, werkt dat niet, dan moet je iets anders proberen. Ja. En zo voelen zelf, wat werkt voor u, wat werkt niet. En zo, wat zijn werkt voor jou? Zo zijn we aan de praat gegaan en hij zei van kijk, het lijkt mij een goed idee dat je eens probeert om meer verzadigd vet te eten. Mm-hmm. Dat is raar, en daarmee te gaan bakken. Inderdaad, ik had ook zoiets van maar ze zeggen toch altijd dat ongezond is en dit en dat. En zeker voor de hartziektes. Ja, hij is dat dan beginnen uitleggen. Ik ben er dan zelf ook van alles over beginnen opzoeken. En dat is dus helemaal niet waar. Ondertussen leef ik 5 jaar, bak ik elke dag met palmolie in dit geval. Ja. Bevat heel veel verzadigd vet. Mm-hmm. Ik ben mijn dieet daar rond gaan afstellen. En ik moet zeggen, ik ben sinds dat ik het doe eigenlijk ook nooit meer ziek geworden. Ik kan de laatste keer dat ik ziek ben geworden mij niet eens herinneren. Ik ben vetmassa verloren, spiermassa gewonnen. De conditie is beter geworden dan ooit. En ik zeg altijd, als je een dooie mijn bloed geeft, dan staat hem gewoon terug. Allee, door die dus, palmolie. Ja, en de aanpassingen die je daardoor met je weten ook kunt gaan doen. Dat is dus inderdaad een groot misverstand. Veel misverstand ook, denk ik, van palmolie dan. Ja, absoluut. Dus eigenlijk bijvoorbeeld wat ik ben aan gaan aanpassen is, in de plaats van te bakken met andere oliën of boter, ben ik palmolie gaan gebruiken om te bakken en te braden. Mm-hmm. Waarom? Dat is met veel verzadigde vetten, palmolie, wat het heel stabiel maakt en eigenlijk veel beter geschikt is om te gaan bakken en braden. Komt daarbij dat er ook nog eens veel vitamine in zitten ten opzichte van andere vetten en oliën. Wat wil je daarmee zeggen met dat stabiel bakken? Ja. Mag ik even nerdy doen? Ja. Ja? Laat de chemicus in uw vest. Ja, oké. Okay. Dus, veel mensen zeggen altijd, of het algemeen
gedacht van veel mensen is: onverzadigd is goed, verzadigd is slecht. Ja. Dat is wel het algemeen gedacht. Nu, binnen die onverzadigde, wat eigenlijk gewoon wil zeggen dat uw vet ergens dubbele bindingen heeft. En verzadigd wil zeggen dat uw vet enkele bindingen heeft. Bij die onverzadigde zitten er ook slechte. Sterker, er zitten er zelfs heel slechte bij en er zitten er heel goede bij. Nu, als je gaat bakken met onverzadigde vetten, dan is de kans heel groot dat door die toegevoegde warmte rond die dubbele binding een chemische reactie gaat plaatsvinden die ook de hele goede gaat omzetten in hele slechte. Ja. Wat je niet voor hebt met verzadigd. Verzadigd blijft verzadigd en dat blijft een goede vet dat je nodig hebt in je lichaam in een gevarieerd dieet. Wat het dus, zoals ik al zei, echt heel goed maakt om te verhitten, omdat je daar geen negatieve chemische reacties mee krijgt. En dat ben ik dus gaan doen. Ik ben alles van bakken en braden palmolie beginnen gebruiken. Als je dat dan combineert met gezond voeding, gevarieerd eetpatroon, ik zeg maar iets, je bakt je vis in, eender welke vis, in palmolie in de pan. Je hebt je onverzadigde vetten van je vis, je hebt de verzadigde vetten van je palmolie die stabiel gebleven zijn tijdens het bakken, dus je hebt geen kankerverwekkende stoffen gemaakt en al dat ongezonde. Je hebt dan nog eens de vitamine die in de palmolie zitten, want veel mensen weten dat niet, maar dat is een vet waarvan natuur, omdat het een fruit is, heel veel vitamine, die zit meer dan bijvoorbeeld in wortelen en tomaten. Dezelfde vitamine, maar nog eens veel vaker. U weet, is hier wel een beetje oranje, maar het is zeker zo lekker. En als je daar dan groenten bij gaat eten, heb je een heel gevarieerde maaltijd. Die heel licht verteelbaar is en toch genoeg energie heeft om de dag door te komen. Ja. Althans, ik kan er trainingen op doen. Dus ik denk dat niet sportende mensen er zeker een dag mee door moeten komen. Nee. En dat is eigenlijk een beetje het principe dat Pascal Naastes bijvoorbeeld hanteert. Ja. Dus ik denk dat veel Belgen wel onbewust er al mee bezig zijn. Alleen nog de juiste olie dan gebruiken. Exact. En waar koop je dan zoiets? Exact. Elke biozaak in de biowinkel achter mijn hoek was altijd kleine potjes te koop. Nu hebben we er een ontdekt met echt grote potten, echt 10 kilo. Je hebt er wel aan nodig. Ik heb er zo één gekocht en ik denk dat het al een jaar aan het meegaan is. Okay. En ik gebruik het dagelijks. Dus dat is ook een voordeel trouwens, je moet er minder van gebruiken. Ja. Goed, interessant om te weten. Dus topsporters die bakken met palmolie. Ja. En hoe zit het met de toekomst? Wat zijn jouw ambities nog op sportief vlak? Die zijn hoog. Ik heb het eerder al gezegd, ik vind het leuk om mijn eigen zware verwachtingen op te leggen. Ja. De komende jaren zijn er veel kampioenschappen in Europa. Daar hoop ik toch een aantal keer mooi te presteren. Hoe meer, hoe liever natuurlijk. Ja. Laten we beginnen met nu de wereldkampioenschappen in Londen volgend jaar. De finale die ik dan in Rio niet gehaald heb, om die deze keer wel te halen. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar dat mag. Oké, goed. Ga ervoor. Heel veel succes. Dank je wel. Dank je wel.